Dat geluid is beatbox. Dat geluid doe ik vaker. Dat geluid doe ik heel soms op dit kanaal Yesindas. Maar dat geluid doe ik vaker op het andere kanaal genaamd Yesindas Beatbox. Dat is mijn tweede kanaal. Dat is mijn beatbox kanaal. Wat ik eigenlijk gewoon probeer te doen is mijn kanaal te promoten. En ik dacht als ik het voordoe is nog leuker. Dus bij deze klik op de ding annotatie shit. Zeg ik het? Oh nee, wacht. Hier. Ja, klik op die annotatie shit hier. Als je het niet hebt uitstaan, ja, klik er even op en dan ga je naar mijn kanaal. Abonneer je even. Ik zit nog te kijken wanneer ik erop ga uploaden, maar het zal niet heel lang duren. Oké, dan wil ik even vertellen, we gaan beginnen met de video. So back to what I was saying. Hey, what's up? Alles goed met jullie? Yo, look at my hair, you know, het is steeds meer richting krullen aan het gaan ofzo. Het ziet er ook heel rommelig uit op dit moment, maar ja. Alsof het iemand boeit. Ik heb twee keer eerder een video gemaakt waar ik reageer op reacties. Die video's heten ook reageren op reacties. Ik heb zo het gevoel dat deze video's jullie wel aanspreken. Klopt dit? Laat het even weten in de reacties. Klopt het niet? Laat het ook even weten in de reacties. Laat alvast een like achter onder deze video. Laten we voor de -3 likes... 6 likes. Dus, reageer op reacties. Het is heel simpel. Ik pak gewoon reacties. Ik lees ze voor. En ik geef mijn reactie erop. Laten we beginnen. De allereerste reactie van deze video is van mevrouw Onbekend. En volgens mij is zij eerder in een reageervideo gekomen. Mevrouw Onbekend reageert, je kan echt goed beatboxen. Nou, dankjewel. Laat ik nog een stukje voordoen. Mohammed Boe zegt, jij bent de grootste stinkdier van heel Nederland. Of weet je wat, van de hele wereld. Yo, Mo, ik weet niet precies hoe ik dit moet zeggen. Dus ik zeg het maar gewoon. Ik hoop niet dat ik je ga kwetsen. Maar het boeit me echt niks. Echt. Jij bent wel echt mooi, mashallah. Oh, dankjewel. Ik voel me echt heel mooi namelijk. Ja, ik heb een mooie huid. Haha, precies dat je lippenstift had hier. Kijk, dames en heren, wat ik even wil uitleggen. Er zijn een paar video's waar mijn lippen een beetje rood lijken. En dat is echt niet omdat ik lippenstift draag of iets. Dat is, ik weet niet hoe die camera-instellingen werken, weet je. Volgens mij heb ik het nu ook nog steeds een beetje. Ik snap die instellingen niet met die kleuren en alle bullshit. Dus als er ooit nog iemand is die zegt dat mijn lippen rood zijn, ik breek je nek in de fibroom, oké? Ik hoop dat ze later meer dan 10.000 abonnees krijgt. Nou, ik hoop het ook. Wallah, echt een kankerjunkie. Was hij ga buiten spelen of zoiets wat normale kinderen van jouw leeftijd doen. Oké, ten eerste, kijk eens naar mijn hoofd. Ben ik normaal? En ten tweede, inderdaad, ik ben een junkie. Ik klap elke dag jonko's met mijn mattie Samir. Heb deze video 5 keer gezien, blijf geniaal. Nou, dit meisje heeft een fannetje en dit meisje heeft wat voor mij gedaan. Ze heeft dit voor mij gemaakt. Hey vriend, ik voel me nu echt de ultimate YouTuber, weet je, fanarts en zo, die shit. Ik wil niet zeggen dat je het ook moet maken, maar maak het ook en stuur het naar mijn Instagram, Yesindas, of stuur het naar mijn Snapchat ook, Yesindas. Fannetje trouwens, bedankt voor die mooie fanart. Je gaat er komen, brada. Brada. Ik ben er al. Jij gaat doorbreken. Oké, we gaan zien of we gaan doorbreken of niet. Nee, zijn we doorgefout? Wallah, nee, je bent grappig. Je bent kapot lelijk. Yo, jongens, ik denk dat ik gewoon vanaf nu echt ga stoppen met alles gewoon, hè. Met het YouTuber, maar ook met school, met leven. Oké, kijk, ik ga dit wel even filmen. Als jullie niet willen dat ik leef, dan ga ik van dit gebouw / bureaustoel afspringen. Ik weet niet waarom je vanzelf draait, maar oké, ik ben kapot lelijk. Ik hoor niet op deze aarde. Ik pas er niet tussen. Oké! Ik wil niet liggen, maar je lijkt op deze video op een tata. Oké. Suleiman Sulgar zegt, wacht maar je zien. Je heeft jouw kanaal aan mij. Of ik stiekie rijk jou. Je bent toch lui, dus geef maar nu aan mij. Waarop ik weer reageer. Abi, wallah, als jij mij stiekie rijkt, ik maak je duur van jou, abi. Boeit me echt niet dat je in die video zit. Hé, hey, weet je wat? Schot het allemaal, want dan hoeft dat ook niet meer voor mij, man. Hé, hey, weet je, klaar, ik hoef dit niet meer. Ik ga opruimen. Totaal slecht geacteerd. Stop maar gauw. Nee. Waar woon je? Nou, laten we nog één reactie doen en deze even serieus nemen. Yesindas, ik ben een fan van je. Ik abonneer je en ik heb een vraag voor je volgende Q&A. Wie heeft je op het idee gebracht om te beginnen met YouTube? Nou, het is geen Q&A, maar ik ga die vraag wel even beantwoorden.
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik maakte gewoon video's van mezelf en ik had geen USB's op iets waar ik het op kan bewaren. Dus dan zet ik het op YouTube, maar ik was vergeten dat iedereen het kan zien op YouTube. En toen kreeg ik opeens views en abonnees, toen dacht ik laat ik doorgaan en toen ben ik gewoon doorgaan en nu ben ik hier. Oké! Okay. Goed, dames en heren, dat was de... Dat was de video, reageer op reacties. Wacht, niet wegklikken, ik weet dat je gaat wegklikken, maar niet wegklikken. Je moet even hier blijven, oké? Blijf kijken naar de video, niet wegklikken. Zoals ik aan het begin van deze video zei, abonneer op mijn kanaal, Jessin Das Beatbox. Hierboven zit nog steeds dat i'tje waar je op kan klikken. Hieronder in de beschrijving staat ook de link. Ik ben gewoon vergeten wat ik moet zeggen. Volg me op Instagram, volg me op Snapchat, dat is allebei Jessin Das. Jessin Das schrijf je, je weet hoe Jessin Das schrijft. Even voor de luie mensen onder ons die Snapchat, oké, zet maar een pauze en scan deze code. Ik geef je 5, 4, 3, 2, 1, oké, genoeg gepauzeerd. Ik nu. Op het duimpje omhoog hier beneden. Abonneer op Jessin Das, dat is het allerbelangrijkste. Abonneer nu. Rode knop hier beneden. Minimaal 3 keer per week video's. Helemaal toppie. En dan zeg ik later.